We gaan als allerlaatste sessie gaan we kijken naar Kubernetes en in het bijzonder naar hoe we Kubernetes ook in productie kunnen gebruiken. En daar komt natuurlijk een stuk het automatiseren van Kubernetes bij kijken. Dat gaan we allemaal doen. Mijn naam is Paul Bakker. Ik ben softwarearchitect bij Luminous Technologies. Ik heb een beetje een achtergrond in modulariteit, zou je kunnen zeggen. Modulariteit in Java. Ik heb een boek geschreven voor O'Reilly over OSGI. Ik ben nu een boek aan het schrijven over Java 9 en modularity. En daarmee zou je wel een beetje af kunnen vragen van, hey Paul, hartstikke leuk dat je een presentatie over Kubernetes komt geven, maar wat heb jij er nou voor verstand van? Nou, is het zo dat het afgelopen jaar zo'n beetje, ik stiekem eigenlijk helemaal niet zo heel veel Java heb gedaan en eigenlijk vooral heel veel bezig ben geweest met het programmeren in Go en dan rondom allerlei tooling, rondom Docker en Kubernetes. En dat komt omdat we eigenlijk op een gegeven moment bedacht hebben, ongeveer een jaar geleden, dat we onze hele infrastructuur die we toen vooral op Amazon draaiden en daar allerlei automatisering hadden gedaan, dat we daar een stapje verder in wouden gaan en daar kwam eigenlijk Docker en Kubernetes bij kijken. Nou, de ervaringen die we daar geleerd hebben, inmiddels draaien we het ook al een hele tijd serieus in productie, ook met wat grotere deployments. Eigenlijk op basis van die ervaringen ga ik jullie vandaag wat dingen laten zien. Dat ben ik overigens ook, dat doe ik wel eens als ik niet achter een keyboard zit, dat komt ook voor. Eerste vraag eventjes natuurlijk. Waarom zouden we überhaupt naar Kubernetes moeten kijken? Want we hebben tenslotte Docker al. Nou, Docker is uiteraard een hele mooie tool. En daar geen slecht woord over, want zonder Docker ook geen Kubernetes. Tenminste, dat is vandaag de dag waar. Maar we willen graag Docker ook in productie kunnen draaien. En dat betekent dat we met alleen maar Docker er nog niet zijn. Want Docker is bedoeld om Docker eigenlijk op één machine te kunnen draaien. En daar kun je ook wel wat dingetjes met networking doen. Maar het is wel één machine. En als we het over productie hebben, dan willen we natuurlijk in clusters kunnen draaien. Want ja, heel veel serieuze systemen draaien nou eenmaal niet meer op een enkele server. Gelukkig niet. En dat betekent dat we naast Docker een aantal andere dingen nodig hebben. We hebben namelijk iets nodig wat scheduling voor ons gaat doen. Dus die ervoor gaat zorgen dat onze Docker containers niet op één machine gaan draaien, maar op een aantal machines. Bij voorkeur gaan we niet op elke machine SSH en zeggen Docker run my container. Daar willen we wat intelligentie bij hebben. We hebben van allerlei dingen nodig rondom networking, daar gaan we naar kijken. We hebben iets nodig rondom storage wellicht. En dan een stuk automatisering. Hoe gaan we dit hele verhaal aansluiten op een build pipeline bijvoorbeeld? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we blue-green deployments kunnen gaan doen? En daar heeft Docker als tool op zich niet echt direct een antwoord op. En daar komen tools zoals Kubernetes bij kijken. En ik zeg zoals Kubernetes, want Kubernetes is niet de enige optie die je hier hebt. Er zijn een aantal opties. En eigenlijk de twee bekendste alternatieven die staan hier. Apache Mesos is een heel goed alternatief hiervoor. Je ziet ook heel vaak mensen discussie voeren. We doen of Mesos of we doen Kubernetes. Allebei zijn prima. Mesos heeft een wat ander niveau van abstractie dan Kubernetes. Het is wat minder gericht op containers, ondanks dat het ook containers kan. Een ander paradigma, maar ook een goede manier om het over clustering en het draaien van dingen in een wat grotere schaal te hebben. Aan de andere kant heb je van Docker zelf, heb je Docker Swarm. Dat is eigenlijk een manier om Docker wel in clusters te kunnen draaien. Die ideeën die erachter zitten zijn best wel heel erg oké. Ze proberen eigenlijk om Docker als command line tool die je kent, om die dan ook het over clusters te laten hebben. Kijk naar de huidige status ervan, is het allemaal nog niet helemaal af en is het gewoon nog niet zo heel erg volwassen. Zeker niet als het vergelijkt met of Mesos of met Kubernetes. Om bij de discussie weg te gaan van wat moet je nou gebruiken en is Kubernetes dan de beste tool? Dat weet ik ook niet. Het is in elk geval een hele goede tool. En wat je in elk geval ziet is dat de twee belangrijkste bedrijven achter Kubernetes zijn Google en Red Hat. En die hebben wel wat verstand van dit soort dingen bouwen. En dat zie je ook zeg maar in hoe het project gerund en gemanaged wordt. Alright, waar gaan we naar kijken? We gaan eerst wat basics van Kubernetes bekijken. Omdat ik ervan uitga dat niet iedereen nu Kubernetes al dagelijks gebruikt. Daar komen een aantal termen bij kijken die je gewoon moet kennen om het zeg maar, daarna ook in een wat grotere schaal en ook geautomatiseerd te kunnen gaan gebruiken. Daarna gaan we kijken naar dingen zoals load balancing en dat gaan we volgens gebruiken om blue-green deployments en scaling te gaan regelen. Als allereerste, een aantal concepten. Als we Kubernetes draaien, dan hebben we in elk geval altijd een Kubernetes master.
dat kunnen eigenlijk meerdere masters zijn, maar voor het gemak zeggen we even, we hebben een Kubernetes master. En die master, daar draait een API op en daar gaan we straks goed gebruik van maken. Die master die gaat een heel, tenminste potentieel, een heel leger aan nodes aansturen. Dat zijn onze worker nodes. En op die worker nodes, daar gaan uiteindelijk onze Docker containers draaien. Alleen heeft Kubernetes het niet over Docker containers of überhaupt containers, maar Kubernetes heeft het over pods. En pods is eigenlijk een soort van abstractie bovenop, bovenop je Docker containers. En daar kunnen we een aantal interessante dingen mee doen. Een aantal interessante dingen rondom networking. En ook het feit dat we bijvoorbeeld meerdere containers in zo'n pod kunnen stoppen. Iets te veel detail voor nu, gaan we zo direct allemaal op uitkomen. Maar we hebben het dus over pods en dat zijn uiteindelijk je containers, zou je kunnen zeggen. Wat we verder hebben in Kubernetes is altijd een cluster van etcd nodes. Etcd is een key value store en alle state van Kubernetes, dat wordt opgeslagen in etcd. En dat zorgt ervoor dat je ook prima zelfs je master zeg maar down kunt halen, opnieuw op kunt starten, kunt upgraden, dat soort dingen. En al die state die blijft gewoon netjes bewaard omdat dat in dat etcd cluster zit. Etcd moet je wel zo draaien dat het ook allemaal blijft draaien. Dus daar moet je wel meerdere nodes van hebben. Anders zou je nog steeds state kunnen kwijtraken. Maar dit is gewoon wat je typisch nodig hebt om het überhaupt aan de gang te krijgen. Als we dan iets willen gaan deployen, dus we willen onze container willen we gaan deployen. En in dit geval, op dit plaatje, willen we onze container gaan draaien op in elk geval twee nodes. Dan gaan we niet tegen Kubernetes zeggen, ga eens naar deze server toe en start een container. Nee, we zeggen tegen de master, maak voor ons een replication controller. En een replication controller zorgt ervoor dat er dan een aantal replica's worden gemaakt, zoals dat heet. En die replica's, dat zijn uiteindelijk instanties van onze containers. Dus in dit geval hebben we een replication controller met een replica factor van 2, wat ervoor zorgt dat onze container op 2 machines gaat draaien. Die replication controller gaat ook monitoring doen. Dus als een van de containers crasht, dan zorgt hij ervoor dat hij opnieuw wordt opgestart. Als we een heel aantal servers hebben, dan zou het ook kunnen zijn dat de replication controller ervoor gaat zorgen, als we bijvoorbeeld meer resources nodig hebben, dat dat ding verplaatst wordt naar een andere server. Dat zorgt er wel voor dat die container, of die instantie van de container tijdelijk weg is. Dus je wilt over het algemeen meerdere replica's hebben van alles. Maar die replication controller die heeft daar zeg maar een centrale rol in. Wat nog even belangrijk is om hierbij te weten, is dat een replication controller kent zijn pods. Dus kent zijn containers. Maar die pods die kennen niet de replication controller waar ze bij horen. Dus dat is een eenrichting dependency zou je kunnen zeggen. En dat is straks heel belangrijk als we met de API gaan spelen. Nou, ik zei net al, we hebben het niet direct over containers in Kubernetes, maar we hebben het over pods. En een pod die kan potentieel meerdere containers bevatten. Nou, ik moet zeggen, je gebruikt het niet zo heel erg vaak. Maar het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te zeggen, oké, we willen Nginx hebben. Nginx die willen we gewoon als de standaard container, zoals je die kunt downloaden met het officiële image, die willen we gaan gebruiken. En daarnaast willen we ons eigen containertje, waar eigenlijk alleen maar onze webresources in zitten, willen we daarnaast zetten. En die moet eigenlijk lokaal bij elkaar kunnen komen. Dus we moeten gewoon aan elkaar kunnen koppelen. En dat betekent ook dat die dingen letterlijk denken dat ze op dezelfde host draaien. Dus dat ze letterlijk via localhost elkaar kunnen zien. Nou, dat kunnen we op die manier gebruiken. En die twee containers die zijn daarmee qua lifecycle dus keihard aan elkaar gebonden. Dus dat is echt alleen maar als je twee componenten hebt die eigenlijk geen twee componenten zijn. Maar eigenlijk als één component qua deployment gezien moeten worden. Wat er verder met zo'n pod gebeurt, is dat we zo direct gaan zien dat we ook services hebben in Kubernetes. En voor elke service die we hebben in Kubernetes, worden environment variabelen geïnjecteerd in die pod. En die kunnen we ook gewoon als environment variabelen kunnen die uitlezen in onze containers. En dat is wel weer een heel erg handig mechanisme voor eigenlijk een hele eenvoudige vorm van service discovery. Oké, verder overal eigenlijk, waar we zien dat we het over pods hebben, kun je bijna denken, we hebben het er gewoon over onze container. Want dat is praktisch ongeveer wat er gebeurt. Dan networking. Dat is een hele belangrijke, want als je één server hebt en dan ga je heel veel containers op draaien, wat potentieel natuurlijk gaat gebeuren, dan zit je met de vraag van, oké, wat nou als
twee van mijn containers, misschien wel twee Java-applicaties die allebei in een container ingepakt zijn. Wat nou als die allebei port 8080 willen hebben? Ja, als we port 8080 van de hostmachine zouden gebruiken, gaat het natuurlijk direct een portconflict opleveren. En dat zou heel lastig zijn, want die verschillende deployments die we doen, ja, die weten misschien wel helemaal niet van elkaar. Misschien zijn er wel compleet verschillende teams die dingen deployen. Dus om zomaar poorten van de hostmachine te pakken, ja, dat gaat ons niet zo heel erg ver brengen. Dus wat er gebeurt in Kubernetes, is dat elke keer als we een pod starten, dan krijgt die pod een eigen IP-adres. En alle poorten op dat IP-adres zijn gewoon van die pod. Hartstikke handig, heb je nooit poortconflicten. En dat is echt heel erg fijn. We zitten alleen wel een klein beetje met een probleem, want die dynamische IP-adressen is natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat nou als we in een situatie zitten dat we een aantal componenten hebben die met elkaar praten? We hebben een aantal verschillende componenten zoals deployment en dat vormt samen één applicatie, maar die moeten via networking met elkaar praten. Als we dat via die virtuele IP-adressen zouden doen, ja, dan is het allemaal wel heel erg breekbaar, want elke keer als mijn pod opnieuw start, om wat voor reden dan ook, misschien wordt hij gerescheduled om beter gebruik te maken van resources, misschien crasht er wat en restart je daarom, misschien scalen we wel en gaan we daarom pods afschieten of juist erbij zetten. Elke keer als er een pod wordt gestart, krijgt hij een nieuw IP-adres. Dus hoe kom je er dan ooit achter tegen welk IP-adres je aan moet praten? Dat zou niet gaan werken. En om dat probleem op te lossen heeft Kubernetes het concept van services. En een service is eigenlijk een proxy die je voor zo'n pod zet, of voor een set aan pods zet. En die heeft een fixed IP-adres. En het IP-adres, dat kun je gewoon gaan gebruiken in andere pods die over het netwerk moeten communiceren met die componenten. En het verkeer wordt gewoon round-robin naar de achterliggende pods gerouteerd. En daarmee kun je dus prima wel networking gaan doen tussen pods, zonder dat ze zeg maar afhankelijk zijn van die virtuele IP-adressen die steeds verdwijnen. Nou ben ik niet een heel groot fan van het noemen van microservices, want volgens mij is het wel heel erg oude wijn in nieuwe zakken of zo. Maar als je kijkt naar Kubernetes als infrastructuurplatform, is het wel bij uitstek heel erg geschikt om dit soort type deployments te kunnen doen. Je hoeft helemaal niet dit soort architectuurstijlen te gaan gebruiken om met Kubernetes te werken. Een monolith deployer gaat net zo goed. Maar stel je hebt wel zo'n compleet services georiënteerd architectuurplaatje, waarbij je heel veel losse componentjes hebt die allemaal over het netwerk met elkaar moeten praten, dan gaan deze concepten natuurlijk daar wel heel erg makkelijk op mappen als je het over deployments hebt. Nou, hoe zou dat er dan uitzien? We zouden een aantal componenten kunnen hebben die samen één grote applicatie vormen. En die verschillende componentjes die praten over het netwerk met elkaar. Elk component is dus een pod, maar voor elke pod zetten we een service. De andere componenten praten alleen maar tegen die service, zodat we een vast IP-adres hebben. En daarmee kunnen ze die pods bereiken. En kunnen we die losse componenten ook heel makkelijk los van elkaar gaan schalen. Je ziet een aantal van die componenten, zeg maar, dat zijn een aantal blokjes. Dat zijn meerdere replica's. Dus we kunnen zeggen, oké, van dit component, daar moeten we meer capaciteit voor hebben. Dus die schalen we gewoon op en die gaat op meer machines draaien. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal transparant voor de componenten die ervan afhankelijk zijn. Ideaal platform om dit soort architectuurstijlen op los te laten. Zoals ik al zei, het grotere plaatje dat zou je eigenlijk als applicatie kunnen zien, waarbij elke pod of elke set van pods samen met een service dan een component of een service is, hoe je het ook wilt noemen, waarbij er dus meerdere instanties van zo'n pod kunnen zijn. En dan nog een laatste concept, dat zijn namespaces. We kunnen in Kubernetes namespaces aanmaken. En elke namespace geeft je eigenlijk een soort van geïsoleerde omgeving binnen Kubernetes. En daarmee kun je bijvoorbeeld iets als multitenancy, waarbij je misschien wel meerdere teams hebt die allemaal een eigen stukje in Kubernetes wilt geven. Die kun je eigenlijk helemaal geïsoleerd van elkaar draaien. Terwijl ze wel zeg maar de onderliggende resources delen met elkaar. En dit is een ander ding wat je snel gaat tegenkomen.
Alright. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste concepten die je nodig hebt om hiermee aan de gang te kunnen gaan. En dan is natuurlijk de vraag, oké, hoe ga ik het dan in de praktijk gebruiken? Nou, als je Kubernetes downloadt en naar de documentatie kijkt, dan kom je heel snel uit bij een command-line tool kubectl. En kubectl, dat geeft eigenlijk toegang tot alles in Kubernetes. En we gaan ook direct zien dat dit niet is hoe we zeg maar productiedeployments gaan doen, maar dit is wel zeg maar hoe je als eerste in aanraking komt met Kubernetes. Dus laten we zeggen dat we eens via die command-line tool een replication controller en een service zouden willen maken. Nou, zo'n replication controller te maken, zouden we een YAML-file moeten maken. Dus allemaal YAML of JSON. En hierin hebben we wat metadata staan. Als eerste geven we aan in de spec hoeveel replica's we willen hebben. Dus dit vertelt in die replication controller, als je start, dan moet je in dit geval 3 replica's van mijn pod gaan starten. Dus we gaan het component op 3 verschillende machines in elk geval starten. Vervolgens kunnen we in de container spec kunnen we aangeven welke containers we willen gaan draaien. En dit gaat gewoon over de Docker containers die we willen hebben. In dit geval geef ik aan dat ik Nginx wil draaien. Je kunt aangeven welke poorten je wilt exposen. En nogmaals, dit zijn dus niet poorten die op je hostsysteem beschikbaar komen, maar poorten die op dat virtuele IP-adres beschikbaar komen. Je kunt ook allerlei dingen zeggen over probes, dat zijn zeg maar health checks die je moet gaan gebruiken. Je kunt storage needs kun je aangeven. Hier configureer je eigenlijk hoe je container eruit komt te zien. En als laatste hebben we een hele set aan labels, in dit geval 1 label, namelijk app. Die labels die kun je zelf bedenken, daar kun je inzetten wat je wilt, dat is gewoon key value. Maar die zijn wel heel erg belangrijk en die gaan we ook veel meer terugzien in de volgende stappen die we gaan nemen. Want labels worden overal in Kubernetes gebruikt om concepten aan elkaar te knopen. Ik vertel het straks al, er is een soort van losse relatie tussen een replication controller en de pods die de replication controller aanstuurt. En dat doet die puur op basis van labels. Dus als de replication controller dezelfde labels heeft als de pods, dan horen ze bij elkaar. Zou je die labels weghalen, dan horen ze niet meer bij elkaar. En dat kun je in de praktijk ook echt zo doen. Oké, we hebben zo'n file hebben we gemaakt en laten we dat ding eens proberen te starten. En nadat we dat gedaan hebben, dan gaan we eigenlijk een deep dive doen in de API gebruiken en het allemaal automatiseren. Dus ik heb hier een aantal files. Een van de files die ik heb is een Nginx controller.yaml. Dat is precies de file die ik net ook liet zien. Dus dat is hetzelfde ding als net op de slide stond. En die kunnen we aanmaken door te zeggen kubectl create met files input nginx controller.yaml. En als we nu kijken met kubectl naar get pods, dan zien we dat we in dit geval 3 nginx pods hebben draaien. En dat zijn dus 3 keer nginx containers. We zien dat ze ook net nog niet ready waren, dus ze waren nog aan het opstarten. Als we nu kijken, dan zijn ze er wel. En een van de andere dingen die we kunnen doen is naar de logfiles kijken van die pods. Daar staat nu wat standaard output van Nginx in, waarschijnlijk omdat ik het niet goed geconfigureerd heb. En iets anders wat interessant is wat we kunnen doen. We kunnen als eerste even kijken naar de replication controller. We zien dat er een replication controller is en die heeft een desired replica size van 3. Dus hij wil graag 3 van die pods in de lucht houden. Dat is nu ook het geval. Maar wat nou als ik er eentje gewoon afschiet? Of dat het ding zou crashen? Dus laten we dat eens proberen. Zegt hij delete it. Zien we get pods. Zijn er weer 3. Alleen je ziet dat de ID's, dat er één van die ID's, die is anders. Deze is volgens mij, die bestond net niet. En hij heeft dus gezien van, oké, om wat voor reden dan ook, er is één van die pods, die is verdwenen. Dat zal wel niet goed zijn. Dus hij heeft direct een andere opgestart. En dat gaat in dit geval dusdanig snel dat je dat eigenlijk niet ziet gebeuren. Maar het is dus gewoon een compleet nieuwe pod die hij heeft opgestart. Hij heeft ook een nieuw IP-adres gekregen, wat dus al direct voldoende reden is om niet afhankelijk te zijn van die dynamische adressen.
Dan als laatste kunnen we ook nog het over scaling hebben. We kunnen zeggen dat we die replication controller willen gaan opschalen. Hij heet Nginx. En dan kunnen we zeggen replica's is 5. Dan zien we dat die nu nieuwe replica's aan het starten is. En die zijn er een paar seconden later. Of we kunnen hem terugschalen naar 2. En dan zie je dat die aan het terminate is en die zijn over een paar seconden ook verdwenen. Dus je kunt heel makkelijk schalen van componenten binnen de grenzen van de hardware die je hebt staan. In dit geval draaien we op Amazon. Ik heb denk ik op dit moment 6 servers aanstaan. En dat betekent dat ja, als ik meer dan 6 replica's aanzet, dan is dat hartstikke leuk. Maar dan komen ze uiteindelijk op dezelfde machine terecht, wat me praktisch niet zo heel erg veel gaat helpen. Hoe we ook de onderliggende infrastructuur kunnen schalen, daar gaan we straks naar kijken. Want daar hebben we wat meer voor nodig dan wat Kubernetes out of the box biedt. Even kijken of ik weer terug bij de slides kan komen. Ja. Oké, dit zijn zeg maar de basisdingen die je met Kubernetes hebt. En dit is ook waar de meeste Kubernetes introducties, als je naar als gewoon op het internet gaat zoeken, en ook de meeste introductietalks eigenlijk ophouden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, alleen heb je er niet zo heel veel aan. Want als je productiedeployments gaat doen, dan hoop ik niet dat er iemand letterlijk met kubectl zeg maar productie-upgrades aan het doen is. Want dat gaat ook wel eens mis. Je vertiept je wel eens en daar wordt het allemaal niet beter van. Je wilt automatisering hebben, je wilt dat dingen helemaal gescript zijn en dat het eigenlijk niet fout kan gaan. En daar gaan we nu naar kijken. Als allereerste stap moeten we het eens gaan hebben over, oké, hartstikke leuk dat ik nu net een stapeltje pods heb opgestart. Maar wat nou als ik een webapplicatie heb en die webapplicatie die moet aan het internet gaan hangen, want daar zijn webapplicaties voor. Dan moeten we waarschijnlijk iets hebben als load balancing. Dus we moeten ons Kubernetes cluster moeten we ten eerste beschikbaar maken op het internet en tegelijkertijd moeten we dat ding ook gaan load balancen. En daar hebben we eigenlijk ook wel een aantal eisen aan, want als we het over load balancing hebben, dan wil je meestal wel dingen hebben zoals SSL offloading. Dat betekent dat het decrypten van je SSL verbinding, dat doe je op de load balancer. Dat doe je niet op iedere individuele pod of iedere individuele server. Het scheelt ook heel veel configuratie en setup zeg maar qua SSL stack die je anders mee moet gaan shippen. We willen waarschijnlijk compressie gaan doen vanuit je load balancer. Dat we allemaal netjes kunnen configureren. Je wil redirects gaan doen. Dus als iemand binnenkomt op HTTP in plaats van HTTPS, dan wil je waarschijnlijk gaan redirecten. Dat zijn allemaal dingen die je meestal in een load balancer wil doen en liever niet in de applicatie zelf. Kan allemaal wel, maar liever niet. Nou, als we dan naar Kubernetes gaan kijken, dan zie je dat allemaal nog niet zo heel erg lekker erin zit. Er is een ding wat in beta is, sinds een paar weken, dat heet Kubernetes Ingress. En dat gaat eigenlijk over Kubernetes koppelen aan een load balancer. Nou, al die dingen die ik net noemde, dat zit daar nog niet in. Dit gaat wel waarschijnlijk de toekomst zijn van load balancing in Kubernetes. Maar dat is vandaag de dag nog niet echt een realiteit. Tenzij je op Google Cloud Engine draait. Als je op Google Cloud Engine draait, dan is er wel support voor direct zeg maar de juiste dingen doen met de, ik weet eigenlijk niet eens hoe ze heten daar, maar de Google Cloud load balancers. Maar op alle andere omgevingen, zoals Amazon, maar ook je eigen hardware, is er gewoon nog niet zo heel veel goede support. Krijg je in elk geval niet out of the box wat je nodig hebt. Dus dit helpt ons nog niet. En dat betekent dat we zelf wat moeten gaan knutselen. Wat we doen, we zetten HJProxy. Hoeft niet per se HJProxy te zijn, kan ook Nginx zijn of Apache of wat dan ook. Maar wij gebruiken zelf HJProxy. Die zetten we eigenlijk voor ons Kubernetes cluster. En we gaan ervoor zorgen dat we op basis van de data die Kubernetes over zichzelf heeft, dat we HJProxy dynamisch gaan configureren. Want uiteraard gaan we niet met de hand configuratiefiles voor HJProxy zitten maken. En dat betekent dat we ongeveer dit plaatje krijgen. Ons HTTPS-verkeer komt binnen op een aparte server waar we HJProxy op draaien. HJProxy gaat SSL-offloading doen en gzipping en allemaal dat soort dingetjes. En de backends die we configureren in HJProxy, die verwijzen eigenlijk naar onze Kubernetes services. Die Kubernetes services, dat was dat fixed IP-adres
wat we voor Kubernetes krijgen, die vervolgens weer route robin routeert naar mijn pods toe. Zou je kunnen zeggen, ja, heb je dan die twee niveaus van load balancing? Ja, technisch is dat helemaal waar. Eigenlijk het enige stukje wat we van HTTP-proxy niet echt gebruiken is load balancing. Klinkt een beetje suf, maar het is wel zo. Dat zou ook anders kunnen, maar daarmee maak je het jezelf best wel wat lastiger. Je kunt die hele services ertussen uithalen, maar daarmee moet je een stuk meer dynamiek gaan trekken. En dat heeft weinig voordelen, maar wel een hoop extra werk. Stel dat we op iets als Amazon draaien. Dan weet je dat Amazon ook load balancers aanbiedt, ELBs. En dat zijn best wel hele handige dingen, want Amazon zorgt er dan voor dat het in verschillende regio's neergezet wordt. Amazon zorgt ervoor dat je load balancers ook schaalbaar zijn, dus dat je daar automatisch capaciteit bij krijgt op het moment dat je meer load krijgt. Op Amazon kun je dan ook netjes via een user interface kun je SSL-certificaten managen. Dus dat zijn dingen die je op zich wel zou willen gebruiken. In de praktijk gebruiken wij die ook. Laten we eigenlijk al het verkeer binnenkomen op zo'n Amazon Load Balancer. Die doet niks anders dan alleen maar SSL-offloading. En geeft vervolgens het verkeer door aan HTTP-proxy. Die vervolgens gaat kijken, oké, welke backends heb ik allemaal aan Kubernetes. En op die manier komt het Kubernetes binnen. Dat heeft nog een heel erg groot voordeel. We kunnen er namelijk een VPN omheen leggen. Of VPC als we het over Amazon hebben. Wat ervoor zorgt dat onze complete Kubernetes cluster niet bestaat voor het internet. Dat zit op een IP-adres of op een IP-range, wat helemaal niet bestaat, zeg maar, buiten mijn eigen virtuele netwerk. En dat zorgt ervoor dat mijn security verhaal in elk geval eenvoudiger wordt. Natuurlijk kun je er allerlei discussie over voeren of dat nou het beste is wat je kunt doen, maar in elk geval wordt er een stuk eenvoudiger van. Op die manier hoeven we niet, zeg maar, elk individueel component, zeg maar, daar nog op in te gaan richten. Dus dat is, als je op Amazon draait, best een heel erg mooi, handig mechanisme. Maar goed, op een plaatje ziet dat er natuurlijk eenvoudig uit, maar we moeten het nog wel eventjes gaan doen. En de grote vraag daarbij is, hoe gaat HTTP-proxy weten welke backends er uiteindelijk zijn? Welke services er bestaan in Kubernetes waar het verkeer naartoe moet? En als je naar HTTP-proxy kijkt, dan is het eigenlijk nog gewoon ouderwets geconfigureerd met een configuratiefile. Het heeft niet echt een API, het heeft gewoon een configuratiefile. Dus dat is niet echt ideaal om in zo'n automatisch proces te gebruiken. Nou, wat we doen is dat we die configuratiefiles automatisch genereren op basis van de data die we in Kubernetes hebben. Dus op basis van de data die in etcd zit. Daar gebruiken we een bestaand open source tooltje voor, dat heet confd. En dat is eigenlijk een templating tooltje waarbij je zegt, oké, op basis van deze input in etcd of een van de andere key value stores die er bestaan, genereer je gewoon je eigen configuratiefile. Nou, daar kun je ook een ander tooltje voor gebruiken, maar confd werkt best leuk. Daarmee hebben we eigenlijk de hele load balancing stap, die hebben we voor elkaar. Dat gaan we hiermee vrij eenvoudig wel voor elkaar krijgen. En als we die load balancing stap goed voor elkaar hebben, dan kunnen we eigenlijk een stapje verder gaan. En dan kunnen we verder gaan kijken naar, hoe gaan we nou deployments helemaal automatiseren. Load balancing is, zullen we zo direct zien, is daar een soort van voorwaarde voor. Maar uiteindelijk ging het ons om die automatisering. Als we Kubernetes willen gaan automatiseren, en denk dan aan dingen zoals het deployen via een user interface of het deployen direct vanuit een build pipeline, bijvoorbeeld als ik een git commit doe, dat het uiteindelijk resulteert in een nieuwe deployment, dan gaan we direct in aanraking komen met de Kubernetes API. En de Kubernetes API, dat is gewoon allemaal REST. En ook kubectl, wat we straks hebben gezien, praat uiteindelijk gewoon tegen die REST API aan. En dat betekent natuurlijk dat we in elke taal die je maar kunt bedenken, we eigenlijk tegen Kubernetes aan kunnen gaan praten en dat onderdeel kunnen gaan maken van een grote plaatje. Nou is direct tegen een REST API aanpraten in sommige talen best goed te doen, maar in sommige andere talen zoals Java is dat niet direct heel erg praktisch. Er zijn er ook een aantal client libraries. Twee van die client libraries die we zelf veel gebruiken, hebben we ook zelf gemaakt. Simpelweg omdat er nog niet hele goede varianten waren in zowel Java als Go. Dus we hebben onder de vlag van Amdatu, dat is een open source project waar we veel in doen. Daar hebben we eigenlijk zowel een Java client library gemaakt als een Go client library. Dus
zou je kunnen zeggen, van, hey, maar dat is vreemd, want Kubernetes zelf is een Go gemaakt. Waarom hebben ze geen client library? En die was er wel. Maar als je die wilt gaan gebruiken, dan trek je ook als dependency volledig Kubernetes naar binnen. En kan je vervolgens nooit meer iets behoorlijk builden, want dat is bijna niet voor elkaar te krijgen. Dus daar is iets niet helemaal op orde qua dependency management. Dat is ook een bekend issue, maar dat staat al ruim een jaar open. Dus we hebben besloten om daar zelf maar wat voor te maken. En verder zijn er voor een hele hoop andere talen zijn er ook gewoon kant-en-klare libraries zijn er beschikbaar. En het eerste wat we daarmee gaan doen is het voor elkaar krijgen dat we blue-green deployments kunnen gaan doen. Nou, wat is een blue-green deployment? Een blue-green deployment is een deployment waarbij we eigenlijk een upgrade gaan doen van onze deployment. Dus we gaan een nieuwe versie van onze applicatie of van onze componenten gaan we deployen. Maar we willen helemaal geen downtime hebben. En helemaal geen downtime betekent gewoon ook geen gedropte packages op lopende connecties. Dat moet gewoon helemaal onzichtbaar zijn voor onze klanten. Dat betekent nog iets, en dat is dat er maar één versie tegelijkertijd actief mag zijn van onze applicatie. Je hebt eigenlijk, als je het over dit soort deployments hebt, heb je twee varianten. Je hebt blue-green. Daarmee zeg je van oké, ik heb versie A draaien totdat versie B helemaal klaar staat. En dan ga ik in één keer alles verkeer graag overzetten. Of je hebt een rolling update waarbij je server voor server die upgrade gaat doorvoeren. Waarbij je dus tijdelijk twee versies van jouw applicatie tegelijkertijd naast elkaar hebt draaien. Nou, ze hebben allebei voor- en nadelen. Het grote voordeel van een blue-green deployment is in elk geval dat het een stuk simpeler wordt als je altijd maar één versie tegelijkertijd hebt draaien. Want je hoeft niet met allerlei backwards compatibility zaken rekening te houden. Dat bijvoorbeeld je frontend een backend call doet die in die versie van de backend nog helemaal niet bestaat. Om maar wat te noemen. Nou, hoe ziet dat er nou precies uit? We hebben HAProxy. En HAProxy krijgt HTTPS-verkeer binnen. Dat is stap 1. En HAProxy kent op dit moment maar één versie van onze deployment. Dat is versie 1. En dat betekent dat daar een Kubernetes-server staat met daarachter een x-aantal replica's van pods. En al het verkeer komt daarop binnen. En nu nu gaan we verder ontwikkelen. En hebben we een nieuwe versie van onze component hebben klaarstaan. En ik introduceer hier vast even een nieuw component, de deployer. Dan gaan we zo direct zien hoe je dat nou praktisch ook in moet richten. Maar die deployer die gaat tegen Kubernetes vertellen, nou, we hebben nu versie 2 en ga die ook maar opstarten. Nou, wat we gaan doen, we gaan dat nieuwe component, die nieuwe versie, die gaan we ook helemaal gerepliceerd, gaan we klaarzetten op Kubernetes. Dat betekent dat we dus tijdelijk wel meer capaciteit nodig hebben op onze hardware, potentieel. Dat is weer het nadeel van een blue-green deployment. Dus we gaan die nieuwe versie gaan we opschalen. Maar daar gaat helemaal nog geen verkeer naartoe. Al het verkeer gaat nog naar onze oude versie toe. Als volgende stap gaan we health checken. Dus we gaan aan al die pods gaan we vragen, ben je klaar om verkeer te accepteren? En pas als ze allemaal zeggen, ja, ik ben er klaar voor. Dan gaan we in één keer HAProxy gaan we herconfigureren. Dat doen we dus via confd door eigenlijk gewoon een nieuwe configuratiefile te genereren. En zeggen we tegen HAProxy, vanaf nu bestaat voor jou alleen nog maar versie 2. En is het verkeer dus helemaal doorgesluit naar onze nieuwe versie. En dan kunnen we de oude versie uitzetten. Nou, stel nou dat het halverwege misging en die health checks die zouden falen. Dan rollen we het hele verhaal terug en dan blijft versie 1 staan alsof er nooit wat gebeurd is. Kunnen we eerst gewoon rustig dat probleem op gaan lossen. Kunnen we nieuwe deployments starten van versie 3 dan waarschijnlijk. Zorgen dat daar wel de health checks op slagen. En pas als het helemaal compleet is, dan pas switchen naar de nieuwe versie toe. Nou, dat is een bekend mechanisme. Dat is niet iets wat specifiek voor Kubernetes is. Maar dat kunnen we op deze manier wel met Kubernetes en load balancing voor elkaar krijgen. Wat er gebeurt, HAProxy zelf heeft een aantal verschillende mechanismes wat je kunt configureren om lopende connecties af te handelen. Kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen berichten gedropt worden. Daar is HAProxy vrij agressief in om dat te doen, dus je blijft heel kort, eigenlijk zo kort mogelijk blijf je doen, want op dat moment zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, oké, dan heb je dus wel twee verschillende versies draaien. Dat is dan ook praktisch zo, maar die komen dan wel allemaal bij die oude backend uit, want dat doet HAProxy voor je. Dus ja, dan heb je eigenlijk twee versies draaien, maar die zien elkaar nog helemaal niet. En dat kan je ook echt met een load test tool, hebben we heel veel zelf getest, kun je dat zien. Kun je dus zo'n deployment uitvoeren, daar gewoon duizenden connecties op loslaten op die oude versie.
Op een gegeven moment zien ze opeens zien ze de nieuwe versie. Dus krijgen ze de nieuwe responses terug. En er zijn helemaal geen gedropte packages. En dat is best wel heel erg cool. Wat wij doen is, we laten die versie 1 nog eventjes... ten eerste, je hebt die health checks. En als je health checks falen en er niks crasht en die daarna wel crasht, dan is er wel iets mis met je health checks. Dat is het eerste antwoord wellicht. Tweede antwoord is, je kunt die eerste versie nog sowieso eventjes laten draaien, zodat je makkelijk kunt terugswitchen zonder opnieuw op te schalen. En in het noodgeval dat je hem al had uitgezet en het dan toch misgaat, dan kan je natuurlijk gewoon een nieuw deployment doen van de oude versie. Dan moet je wel weer door hetzelfde mechanisme heen. Dus het duurt dan waarschijnlijk ietsje langer, maar heel veel downtime hoef je nog steeds niet te hebben. Dus je kunt een aantal stappen veel safe in maken. Oké, net op de vorige slide had ik opeens een nieuw blokje deployer geïntroduceerd. Dat was het component wat er magisch voor ging zorgen dat al deze samenwerking tussen Kubernetes en load balancer ging plaatsvinden. Als je kijkt naar wat die deployer nou precies moet doen, nog steeds als abstract concept. Het eerste wat hij gaat doen is eigenlijk tegen de Kubernetes API aanpraten en tegen het Kubernetes zeggen dat je een replication controller wilt maken. Dus dat ding wat we helemaal in het begin gezien hebben, die zorgt ervoor dat de replica's gestart gaan worden. Dat zorgt er dus voor in Kubernetes dat er pods gestart gaan worden. Zoveel replica's als dat jij hebt aangegeven in Replication Controller dat je nodig hebt. En daarnaast maken we via de API maken we ook een service aan, want die hadden we ook nodig. Vervolgens gaat de deployer al die pods health checken. En dat blijft hij doen totdat we of tegen onze eigen timeout aanlopen. Dan zeggen we van oké, dit gaat niet meer goed komen en we rollen het hele handeltje terug en gaan ga het maar opnieuw proberen. Of die pods gaan op een gegeven moment zeggen, oké, ik ben healthy en doe je ding maar. Nou, die health checks die kunnen natuurlijk van hele verschillende orde grootte zijn. Je kunt een health check hebben die alleen maar over HTTP gewoon true teruggeeft. Nou, dat is een health check. Dat zegt niet zo heel erg veel. Als je een wat meer een dynamisch systeem hebt, of misschien wel allerlei dependencies op externe systemen, databases en message queues en dat soort dingen, dan wil je wellicht ook die connecties wel helemaal onderdeel maken van je health check. Nou, dan moet je wellicht zelf wat voor schrijven. Maar dat kun je natuurlijk allemaal in een health check gaan opnemen. Dat doen wij in de praktijk ook. Nou, als uiteindelijk die pods healthy zijn geworden, dan gaan we in etcd, die key value store die we toch al hadden, want Kubernetes gebruikt hem, schrijven we eigenlijk in een aparte directory in etcd, schrijven we wat configuratie via ons eigen formaat, die vertelt hoe die load balancer configuratie er ongeveer uit moet komen te zien. Vervolgens is confd, dat is die tool die kijkt naar etcd, die ziet die wijzigingen. Die merkt op dat er nieuwe keys in staan. Die genereert een nieuwe configuratieveld via hjproxy. Hjproxy krijgt van confd een schop van hey, ga eens met die nieuwe configuratie aan de gang. En daarmee gaat het verkeer dan opeens naar je nieuwe service toe en komt uiteindelijk bij je nieuwe pods terecht. Nou, allemaal geen rocket science, maar je ziet ook wel, er komt toch nog wel het een en ander bij kijken. Om dit helemaal goed te doen, dat is niet iets wat je in een ochtend eventjes in elkaar hackt. Daarom hebben wij, een klein tijdje terug, hebben we het component dat wij hier voor zijn gaan ontwikkelen, hebben we geopen sourced. Ook weer onder de vlag van Amdato, maar dat doen we onze meeste open source activiteiten. Daar hebben we de deployer die we nu ook zelf in productie gebruiken, die hebben we daar open source gemaakt. Dat ding is helemaal gemaakt in Go. Niet omdat het niet in Java zou kunnen, maar omdat het hele ecosysteem rondom Kubernetes eigenlijk in Go is gemaakt en dat daarom een logische keuze leek. Het is Apache licensed en het doet eigenlijk precies wat ik net heb verteld. Je zou het ook zelf kunnen doen. Daar heb je ook zeg maar de abstracte begrippen voor. Maar dit ding dat doet het eigenlijk out of the box. Als je die gaat gebruiken, die deployer, dan krijg je er een nieuw formaat deployment descriptor krijg je er eigenlijk bij. In dit geval in een JSON formaat. En dat vertelt nog iets meer dan wat je puur in Kubernetes zou zien. We hebben hier bijvoorbeeld een versie van een deployment. In dit geval staat daar een hekje, wat betekent dat die versie gewoon automatisch steeds opgehoogd wordt.
Je kunt aangeven of je wel of niet die health checks wilt hebben. Je kunt iets zeggen over de frontend waar je op moet gaan luisteren, zodat je ook die load balancer op de juiste manier kunt configureren. En uiteindelijk onderaan hebben we een podspec die in dit geval leeg is, maar die in de praktijk altijd de podspec bevat die je in Kubernetes anders zou geven. Dus die YAML-file die we eerder hebben gezien, wat daar eigenlijk als podspec in staat, dus een beschrijving van mijn container, dat zet je eigenlijk daarin. Nou, dit zou je natuurlijk helemaal kunnen gebruiken om het hele verhaal aan te sluiten op bijvoorbeeld een build server. Zodat je bijvoorbeeld als je een git push doet, die dan uiteindelijk naar een test server of iets dergelijks gaat deployen. En dat doen we ook op die manier in de praktijk. De deployer heeft die heeft zelf ook weer zowel een REST API als een WebSocket API. En daar kun je dus je eigen tools aan vastknopen. Nou hebben we nog een andere tool ontwikkeld en ook dat is open source onder de vlag van Amdatu. En dat is een eigenlijk user interface om je deployments in elkaar te klikken. Dus dit is een tool die bovenop de deployer is gemaakt. En daarmee kun je gewoon wat grafischer zeg maar de dingen inrichten. En krijg je ook dingen zoals deployment history en support voor webhooks, zodat je ook via bijvoorbeeld de webhook functionaliteit die op de Docker Hub beschikbaar is, dat je op basis van de events die daar gebeuren ook weer deployments kunt triggeren. Dit is allemaal gemaakt in vooral Angular 2, want het is vooral allemaal frontend werk en er zit een hele dunne OSGI backend zit daaronder. Die ga ik laten zien, maar die ga ik niet live laten zien, maar die ga ik in een videootje laten zien. Want er zit een paar keer een Docker push in en daar wil ik jullie niet mee gaan vermoeien. Zeker niet op het netwerk, wat het niet zo heel goed doet. Dit is de applicatie die we gaan deployen zo direct. Het is een kleine Go-applicatie. En die kleine Go-applicatie doet eigenlijk maar één ding, namelijk een webservertje opstarten. En die webserver die luistert op /health, dat is mijn health check URL. En die gaat die struct teruggeven die we hieronder zien, in JSON-formaat. En dat gaat ons geven een versie, een message. Dat message dat schrijf ik daar bovenin. Daar staat Hello Kubernetes. En het gaat ons een boolean teruggeven of die wel of niet healthy is. En die boolean die gaat gebruikt worden door de deployer. Deze versie die was al gepusht naar de Docker Hub. Dus die is netjes ingepakt in een Docker container. En dan zien we zo direct verder hoe we dat gaan deployen. Als allereerste command line, we hebben hier kubectl en we zien dat er geen pods draaien. Dat is goed, want we hadden nog geen deployment gedaan. En dat betekent ook dat ik nu een curl doe op het domeinnaam wat ik hiervoor klaar heb gezet. Dan krijg je een fout terug. Hier zien we die deployment user interface. En daarmee kan ik eigenlijk aangeven hoe mijn deployment eruit moet komen te zien. Ik geef mijn frontend URL op. Ik geef mijn Docker image geef ik op. Daar krijg je netjes step completion op alle images die aan jouw account gekoppeld zijn. Hij snapt ook wat Docker tags zijn en welke er allemaal bestaan op de container waar je naar kijkt. Ik kan van alles vertellen over resource constraints, wat ook een belangrijk concept is in Kubernetes. Eigenlijk druk ik op deploy en krijgen we de logs gestreamd van Kubernetes. Hij staat nu te wachten op Kubernetes zelf. En we zien dat er nu al pod nu al gestart is. We zien dat hij onderaan even staat te wachten om HJProxy de tijd te geven om die configuratie netjes op te pakken en dat te doen. En uiteindelijk zien we deployment complete. En zien we ook dat we nu het verwachte resultaat terugkrijgen als we een curl doen. Nou, volgende stap, we maken een nieuwe versie van onze applicatie en we gaan eens kijken hoe we dit ding kunnen gaan upgraden. Hier met een scriptje build ik die Go-applicatie en push ik hem naar Docker. Dat ging heel snel, omdat ik het wat sneller heb gedaan. En vervolgens drukken we simpelweg gewoon opnieuw op deploy. Versie staat hier op een hekje, dat betekent dat die versie gewoon opgehoogd gaat worden. En we zien direct weer dat die deployment aan het doen is. Hij is aan het kijken naar die pods en op health checks aan het wachten. En als we nu terugkijken in de console, dan zien we dat we nog steeds de oude versie krijgen. Dat zagen we eigenlijk niet, dat zien we nu. En we zien dat er nu twee pods draaien. Eentje voor versie 1 en eentje voor versie 2. Die draaien op dit moment gewoon naast elkaar. Maar op dit moment zien we nog het resultaat van versie 1. Totdat die deployment complete is, dan is de load balancer is ook geswitcht van versie. En als we dan weer een nieuwe curl doen, dan krijgen we netjes de nieuwe versies te zien.
Nou, dat kunnen we ook eindeloos op blijven doen. En belangrijk is dus dat we in dit proces geen verbindingen verliezen. Dus ook als we wel verbindingen bleven afschieten, dan gaat het gewoon goed. En laten we nu als laatste stap nog eens kijken wat er gebeurt als we een falende health check hebben. Dus we geven hem gewoon een false als healthy terug. Pushen weer een nieuw image, drukken weer opnieuw op deploy. Nu gebeurt er een beetje wat anders, want hij gaat nu weer wachten op die pods en op de health checks. Maar dat gaat niet goed komen, want ja, we hebben heel hard erin gezet dat hij niet healthy gaat worden. We zien nu weer dat die twee versies naast elkaar opdraaien en die laat hij ook naast elkaar draaien totdat hier een timeout plaatsvindt en dan zegt hij deployment failed. En dat betekent dat die pods weer opgeruimd worden. We zien dat die nieuwe versie geterminate is en dat gaat gewoon verdwijnen. En als we een curl doen, hebben we nog steeds onze tweede versie die we hadden klaargezet, die draait daar. Dit hele mechanisme, dat werkt dus ook op het moment dat je dit in het echt gaat doen, waar gewoon echt gebruikers ook zeg maar verkeer aan het loslaten zijn op die applicatie. Dat kun je ook leuk met een tool zoals Gatling bijvoorbeeld, kun je dat testen. En dan zie je ook gewoon dat er geen connecties gedropt worden. En dat, dat maakt het gewoon wel heel erg veilig om op die manier deployments te kunnen doen. Het is allemaal automatisch, dus je kunt er eigenlijk niet zo heel veel aan fout doen. Als je het wel fout doet, ja, dan falen of je health checks of de deployment gaat überhaupt niet goed. Wordt het teruggedraaid en is er eigenlijk niet zo heel erg veel aan de hand. Alright. Nog even samenvattend. Hoe gaat dit nou precies op een build server aansluiten? Want we hebben net gezien hoe we dit met de hand bij elkaar kunnen klikken en hoe je zeg maar met de hand een deployment kan doen. Nou, dat is initieel is dat handig. Is ook handig als je een developer bent en je zeg maar je eerste versies aan het klaarzetten bent. Maar wat nou als we een build server hebben en elke keer dat we een git push doen op een op master, dus dat we wat gemerged hebben. Dan willen we eigenlijk dat er automatisch een nieuwe image naar Docker Hub wordt gestuurd. Docker Hub die moet op zijn beurt tegen de deployer gaan vertellen. Hey, ik heb een nieuwe image voor je. En de deployer die moet een deployment gaan doen. Nou, dat kunnen we hier gaan regelen. Wat wij zelf doen, we taggen onze images buiten dat daar buildnummers en dat soort dingen op staan. Taggen we ze ook met alpha, beta, prod. Om op die manier aan te geven wat zeg maar de status is van een bepaald image. En Docker Hub configureren we zo dat we daar een webhook inrichten. Die webhook dat is gewoon standaard functionaliteit van Docker Hub. En die webhook die laten we een call doen naar de deployer toe, die we via de user interface configureren. En die vertellen we, op het moment dat er een nieuwe alpha tag neer is gezet, dan moet je een deployment starten. Die deployment die is ingericht om naar een bepaalde omgeving te deployen. En daarmee heb je compleet je automatische deployment voor elkaar. Dat kun je uiteraard ook voor productie gaan doen. In ons geval zetten we daar nog een handmatige tussenstap in dat iemand moet zeggen dat wil ik. Maar dat kan je natuurlijk zover automatiseren als dat je zelf wilt. In elk geval zitten alle constructen daarvoor hier wel bij elkaar. Dan nog een heel ander onderwerp en dat is scaling. Hoe gaan we om met scaling en Kubernetes? Wat we straks al gezien hebben, is dat Kubernetes heel erg goed is in het scalen van pods. We kunnen meer deployments doen, dat geeft ons meer pods binnen ons cluster. We kunnen ook met het kubectl scale commando kunnen zeggen, ik wil meer of minder replica's hebben. Dat werkt allemaal hartstikke goed. En dat werkt vooral heel erg goed als je, zoals Google bijvoorbeeld, een soort van oneindige set aan hardware hebt. Die staat er toch, en ja, dat moeten we maar gewoon gebruiken. En binnen die oneindige set van hardware, ja, daar wil je eigenlijk zo goed mogelijk gebruik maken van die hardware. Nou, daar werkt het hele pod scaling mechanisme werkt daar hartstikke goed voor. Nou, kijken we naar ons eigen deployment, is het helaas nog niet zo dat we binnen Luminous ook een oneindige set aan hardware hebben. Net niet. En in de praktijk draaien we eigenlijk gewoon altijd op iets als Amazon of Azure. En dan zou je nog steeds kunnen zeggen, hey, dat is nog steeds een oneindige set aan hardware. Maar in de praktijk zet je over het algemeen ongeveer zoveel servers aan als dat je aan capaciteit nodig hebt, want ja, hoe meer capaciteit je aanzet, hoe meer je betaalt. Dus hoe gaan we het nou voor elkaar krijgen dat we dat Kubernetes cluster zelf kunnen gaan uitbreiden? Dus hoe kunnen we een Kubernetes node erbij zetten, die dan op zijn beurt gebruikt kunnen gaan worden om pods op te gaan draaien?
En dat willen we natuurlijk weer zoveel mogelijk geautomatiseerd gaan doen. Nou, dit is één kant van het verhaal en dat is de wat minder complexe variant. Want je kunt eigenlijk gewoon op Amazon kun je nieuwe noden aanzetten. Die registreer je bij Kubernetes, bij de master. En dan gaat het eigenlijk ongeveer automatisch goed. Maar als we de andere kant van het verhaal bekijken, downscaling. We zien dat we capaciteit over hebben en daar willen we niet voor betalen, dus we willen een server uitzetten. Hoe gaan we daar dan mee om? En we zien dat Kubernetes daar nog wat meer moeite mee heeft. Wat Kubernetes namelijk nog niet heeft, is het concept van node draining. En dat betekent dat we op een andere manier dan gewoon ze uitzetten, eigenlijk niet tegen Kubernetes kunnen zeggen, ga maar die pods verplaatsen naar de capaciteit die je nog wel hebt. En dat betekent dat als je een pod hebt die een enkele replica is, dus dat we maar één replica hebben van zo'n pod, en we zetten toevallig die server uit waar die pod op draait, dan is hij ook gewoon echt weg. Ja, hij wordt opnieuw opgestart, want we hadden ook nog een replication controller die monitoring doet. Maar als jouw Java-applicatie misschien wel een halve minuut duurt om op te starten, helemaal als de Docker image ook nog toevallig gepoeld moet worden, ja, dan heb je dus wel een halve minuut downtime. En als je dit trucje elke dag doet bijvoorbeeld, is dat niet echt heel erg acceptabel. Dus we willen eigenlijk een mechanisme hebben om wel node draining te doen, waarbij we dus langzaam die noden leeglepelen, alle pods verplaatsen naar andere nodes, omdat we toch wel genoeg capaciteit nog steeds hebben, en dan pas dat ding uitzetten. Het antwoord van Kubernetes zelf hierop is, ja, je moet ook niet een enkele replica hebben, want zo hoort dat niet in de cloud. Nou, helemaal waar, dat is ook zo, dat raden we ook iedereen aan om anders te doen. Maar als je een, zeg maar, ouderwetse Java-applicatie heeft die erop ingericht is om veel geheugen te gebruiken, en je hebt tegelijkertijd niet zo heel veel geld over om die deployment te gaan regelen, ja, dan kan het nog wel eens de keuze zijn om dat ding wel degelijk maar op één replica te zetten, omdat anders gewoon veel duurder wordt dan een ouderwetse deployment. Dus we willen dit eigenlijk toch wel. Dus laten we er even vanuit gaan dat we op Amazon draaien. Als we dan willen gaan opschalen, dan zei ik al, dat is niet zo heel erg moeilijk. Dan moeten we eigenlijk twee stappen doen. We gebruiken de Amazon API om nieuwe nodes aan te zetten. Praktisch betekent dat als je op Amazon draait, dat je waarschijnlijk een scaling group maakt, of een autoscaling group maakt. In een autoscaling group configureer je hoeveel nodes er onderdeel moeten zijn van die set. En als je die waarde aanpast, dan ja, komen er meer nodes bij. Die start je gewoon zelf op. En vervolgens gebruik je zoals Cloud Init, dat is gewoon zeg maar scripts die uitgevoerd worden bij het starten van de machine, om dat ding aan te melden bij het Kubernetes cluster. Dat is echt helemaal niet complex, dat is letterlijk echt een paar commando's. Klaar. Vanaf dat moment doet die node mee in Kubernetes en kan Kubernetes daar dus pods op gaan schedulen. Dat gebeurt soms actief op het moment dat je meer resources nodig hebt voor pods, maar in elk geval als je nieuwe pod start. Om scaling down te doen moeten we wat meer werk doen, want dan moeten we eigenlijk eerst zeggen tegen Kubernetes, oké, deze node die ga ik zo direct uitzetten, maar nu nog even niet. Maar ik wil in elk geval dat er geen nieuwe pods op terechtkomen, want anders ja, dan is het zeg maar water naar zee brengen. Dus we zetten de ding op unschedulable. Hij bestaat nog wel, maar er komt niks nieuws op. Vervolgens gaan we die node die gaan we drainen. Dus we gaan alle pods die erop draaien, die gaan verplaatsen naar andere machines. Als dat allemaal gelukt is, dan zeggen we tegen Kubernetes, oké, nu mag hij echt weg. Dan bestaat hij ook voor Kubernetes niet meer. Maar draai de ding uiteindelijk nog wel gewoon. En gebruiken we volgens de Amazon API weer om via die autoscaling group aan te passen hoeveel nodes we willen hebben. En uiteindelijk zal Amazon dus die nodes gewoon gaan terminaten. En dat, die stappen die moeten we gaan doen. Nou, ook daarvoor hebben we weer een componentje ontwikkeld en geopen sourced. Dit component is op dit moment wel alleen maar geschikt voor Amazon. Want hij moet uiteindelijk tegen een cloud provider API aan gaan praten. En omdat we zelf Amazon op dit moment vooral gebruiken, kan niet alleen maar Amazon. Maar het zou prima uitgebreid kunnen worden om dingen als Azure of OpenStack zelfs te gaan doen. Als je maar een API hebt om machines aan en uit te kunnen zetten. En dat geeft je eigenlijk een command line interface om dit mechanisme uit te gaan voeren. Maar wat ook aardig daarvan is dat je scheduled automated scaling kunt gaan doen. Dat ziet er ongeveer als volgt uit. Je zegt tegen de command line dat je een schedule wilt maken. En daarin configureer je via cron syntax dat je om in dit geval 9 uur 's avonds
de capaciteit wil verminderen. En daarin kan je eigenlijk via een template aangeven, zowel op podniveau wat er moet gaan gebeuren. Dus waarschijnlijk wil je het aantal replica's wil je gaan terugbrengen, omdat je minder capaciteit nodig hebt voor een component. En ook de onderliggende infrastructuur kun je gaan schalen. En dan praat dus daarmee zowel tegen Kubernetes aan als tegen Amazon en zorgt ervoor dat daar de juiste dingen qua draining et cetera gebeuren. Nou, ook weer een kant-en-klaar componentje wat je daar zo voor zou kunnen gebruiken. Laatste vraag dan, oké, waar ga je die dingen allemaal draaien? In Kubernetes. Hoeft niet per se, je kunt ze ook gewoon op een losse server draaien, maar die dingen die kunnen prima gewoon als pod draaien en dat is in de praktijk ook wat wij doen. Waarbij je er dus eigenlijk een situatie krijgt waarbij je uiteindelijk het hele handeltje bij voorkeur binnen VPN draait. We hebben HCProxy ervoor staan om het externe verkeer naar binnen te krijgen. Maar dan blijft een beetje de vraag van, hey, wat gebeurt er dan met mijn database? En dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld als we het over Kubernetes hebben. Het is prima mogelijk om binnen Kubernetes ook met persistent data te werken. Er is het concept van volumes. En daarmee kun je gewoon persistent kun je dingen doen. Maar als je kijkt naar datastores, dan zie je van ja, datastores zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om te autoscalen. En die hebben vaak allemaal specifieke tuning nodig om zo'n cluster überhaupt in de lucht te krijgen. Dus eigenlijk maak je jezelf alleen maar moeilijk als je dat allemaal binnen Kubernetes gaat proberen te doen. Dat doen we dus ook niet. Momenteel kiezen we voor eigenlijk alle datastores die persistent zijn en die in een cluster moeten draaien, om die dingen gewoon ouderwets op een set aan servers zelf met een handje te installeren. Blijven over het algemeen toch voor langere tijd draaien, zijn ook specifiek getuned voor die specifieke datastores. En die gebruiken we gewoon vanaf onze Kubernetes gedeployde deployments. Dat hoeft niet zo, maar dit is wel een hele praktische manier om met de situatie om te gaan. Het gaat allemaal beter worden in Kubernetes, want er zijn allerlei design documenten ook beschikbaar om beter om te kunnen gaan met dit soort deployments. Maar vandaag de dag is het gewoon niet helemaal optimaal. Ik vertelde straks al, wij hebben een product eigenlijk gemaakt rondom dit. Een hele hoop van die componenten die we gemaakt hebben, die zijn allemaal geopen source. Eigenlijk alles wat technisch is, dat open sourcen we. Maar als je het zeg maar fully managed wilt hebben, dan is Cloud RTI daar wat ons gaat het juiste antwoord op. En dan krijg je ook dingen als monitoring en logging en nog meer logging en allerlei metering, et cetera. Je ziet, we gebruiken ook allerlei open source tools hier. Je zag Grafana langskomen en dit is Grafana en net zag je Greylog zag je voorbij komen. Maar dan krijg je allemaal netjes geïntegreerd, zeg maar, dan bij elkaar. En daarmee ben ik aan het eind van mijn verhaal gekomen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Hebben jullie nog vragen, dan kunnen jullie die niet nu stellen, want de tijd is op. Maar je mag het wel zo direct eventjes hier persoonlijk aan mij komen stellen. Dank voor jullie aandacht.